eindelijk is het zover. Bras en Woods komt naar Landgoedvelden toe. In 2017 kwam Harriet met mij met een filmpje van een festival wat ze in Oostenrijk had gezien. En zegt van, dat zou toch gaaf zijn als we zoiets hier ook in Nederland en dan specifiek in Liemde zouden kunnen organiseren. Nou, ik heb dat filmpje bekeken. Mensen van alle leeftijden, jong, oud en alleen maar blaasmuziek in verschillende genres. Nou, dat was echt fantastisch. En nou, daar heb ik gezegd van, dat gaan we doen. En deze artiesten zijn er zeker bij. Dat zou toch gaaf zijn als we zoiets hier ook in Nederland en dan specifiek in Liemde zouden kunnen organiseren. Maar het is dus echt een Boksels initiatief? Ja, ja, Harriet wordt in Boksel geboren en getogen in Liemde. Nou, ik ben geboren ook in Liemde, dus ja, je kunt zeker zeggen dat het een heel erg lokaal initiatief is. Oké, okay. En Brass and Woods, waar slaat de naam precies op? Het eerste gedeelte begrijp ik. Ja, dat is koper, hè? Dus de trompet en trombones en dergelijke. Nou, Woods, we zitten natuurlijk in Landgoedvelden, dus midden in de bossen. En het slaat ook op woods, op de blaasinstrumenten die van hout zijn gemaakt, zoals een klarinet en een fagot. Het lijkt mij ontzettend leuk initiatief dat hier een heleboel mensen, jong en oud, allemaal naar Boksel komen om hier een festival te hebben met heel veel blaasmuziek. Allerlei verschillende soorten blaasmuziek. Nou, ik heb het vrijgemaakt 1, 2 en 3 juli in mijn agenda om hier aanwezig te zijn. Ik heb er erg veel zin in. Jij noemde straks het woord sexy. Dan denk je aan de jonge lui. Is dit wel sexy genoeg voor de jonge lui? Nou, dan willen we dus juist laten zien dat dat zeker zo is. Heel veel mensen hebben associaties met blaasmuziek. Ja, dat het wat oudbollig begint te worden en dat zien ze dan ook. Maar er is zoveel meer mogelijk. Ja, en goede reclame voor de gemeente Boksel, denk ik. Zeker weten. En het geeft ook onze historie, onze blaasmuziekcultuur, die we echt in alle hoeken en gaten van Boksel hebben, met onze harmonieën, fanfares, met alle onze bands, ja, geeft dat hopelijk weer een flinke nieuwe impuls. Ik hoop ook dat veel ouders met hun kinderen hier naartoe komen. Ja. En dat dus kiezen voor die blaasmuziek en een blaasinstrument gaan spelen. Het is zo ontzettend gaaf om in een bandje te zitten. En zeker in zo'n festivalsetting, dat je laat zien van wow, dit is echt te gek. Naast een heleboel vreugde geeft het ook heel veel creativiteit en heel veel vertier. Nou, laten we hopen dat als die corona zo meteen voorbij is, dat we dat weer eens echt kunnen gaan doen, want we snakken ernaar. We bieden ook workshops aan, dus muzikanten kunnen gewoon echt een eigen instrument meebrengen. En ontmoetingsplekken voor bestuurders van verenigingen, zodat ze ideeën kunnen uitwisselen om met elkaar te praten over wat is er mogelijk om nog meer interesse voor die blaasmuziek te creëren. En nog wel heel leuk om te noemen is dat op zondag is er een play-in, zoals ze dat dan noemen. Dan is het idee om met alle muzikanten die aanwezig zijn, dus op het veld en op de podia, om samen een paar nummers live te gaan spelen. Ja, ja. Dus ja, het is ook best wel een beetje educatief eigenlijk. Want ja, muziek maken voor vooral kids is gewoon heel belangrijk. Ja, er zijn allerlei onderzoeken natuurlijk naar gedaan dat het ook heel goed is voor de ontwikkeling. Ja, en dat willen wij ook laten zien. Niet alleen dat de ontwikkeling en dat goed is voor de ontwikkeling van kinderen. Maar het is gewoon echt superleuk om te doen. Wij hebben er zin in. Hopelijk jullie ook.